Dex Santino Fonghing, eigenaar van de horecagelegenheid D-Bar, wil dat marihuana of cannabis wordt gelegaliseerd. Hij is bezig met de voorbereiding van een petitie. De vorige week heeft hij tijdens een persconferentie medestanders opgeroepen om deze petitie te ondertekenen. Hij rekent op ongeveer 40.000 handtekeningen. Fonghing zegt dat Suriname een economische boost zal krijgen wanneer marihuana gebruik zal worden toegestaan voor medicinale of recreatieve doeleinden. Fonghing, die zelf marihuana gebruiker is, zegt de voordelen van de plant te ervaren en is er zeker van dat andere gebruikers daarvan kunnen meepraten. Ik bedoel, van als wij het vrijgeven hier en we scholen onze jeugd, wat is, dit is alcohol, dit doet dit met je, dit zijn de gevolgen ervan. Marihuana, dit doet dit met je, dit zijn de gevolgen ervan. Sigaretten, dit doet dit met je, zwaar verslaven. Ja, marihuana is beter dan sigaretten en alcohol bij elkaar. 100% zeker. Als jullie niet geloven, Google. Ja, wij beginnen hier met het lobbyen voor het vrijgeven van het cannabis. En daarmee vragen we iedereen van Suriname die erachter staat om te komen tekenen bij ons. Naam, handtekening, geboortedatum, dat we een petitie kunnen indienen aan de regering dat er misschien 20.000, misschien 30.000, 40.000 mensen erachter staan. Ja? Want kijk, als wij dit doen, ja, krijgen we toeristen van Guyana, Caribisch gebied, Frans-Guyana, Brazilië, Colombia. Al die landen krijgen wij dan. We worden dan misschien Amsterdam van Zuid-Amerika. Fonghing zegt dat de positieve werking van marihuana niet onderschat moet worden. Hij is ervan overtuigd dat het legaliseren ons land vooruit zal brengen. Maar ik denk dat deze tegenstand heeft te maken met educatie. Als je jezelf schoolt, ga je zelf zien dat 1 en 1 2 is. Het is geen 2,5, het is geen 1,5. 1 en 1 is 2. De feiten staan op internet. Ja? Iedereen kan het opzoeken, het internet is vrij voor iedereen. Als iemand me kan bewijzen dat het schadelijk is, verslavend is of iets anders, ja, dat het niet goed voor je is, laat ze mee op tafel komen. Laat ze me wijzen, laat ze ons wijzen. Dat ze ons verkeerd wezen, dat we het mis hebben. Dat alcohol beter is dan marihuana, want ik geloof er niets van. Ik geloof er niets van. Het is gewoon iets dat ons is aangeleerd door bepaalde witte mensen. Die zeggen dat opeens op de andere dag, het is niet goed voor je. Daarom zouden we dat aannemen, we zijn slimmer dan dat. Tot zover Dex Santino Fonghing, eigenaar van D-Bar. Hij bereidt een actie voor om gedaan te krijgen dat marihuana gebruik gelegaliseerd wordt.